It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe Advanced Warfare video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we de allernieuwste game mode die in de update zit. Want het is Sky Race 24/7. En hoe chill is dat om je chillste map terug te krijgen in Advanced Warfare. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus dat gaan we niet doen. We spelen daarom Domination op de map Sky Race natuurlijk. En ja, we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Ik denk dat ik... Ik weet niet of ik de ASM1 erbij zou pakken. Ik begin met de ASM1. Als het kut gaat, dan pak ik de bal erbij. Maar we beginnen met de ASM1. Maar als je deze video natuurlijk leuk vindt, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Want dit wordt een best wel lange video natuurlijk. Omdat Domination is. En Domination duurt meestal wel 10 minuten in Advanced Warfare. Tenzij er echt iets aan de hand is. Wow. Tenzij er iets aan de hand is waardoor die langer of korter moet gaan duren. Terwijl we als we steeds een triple cap hebben bijvoorbeeld. Let's go, we hebben B. Ik had bijna een capture kill. Weg hier, snel weg hier. Oké, mooi zo, we zijn hier weg. Onderweg naar boven om daar even kijken of ze in de spawn zitten. Zo te zien niet. Nee, jawel, 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 in mijn rug. En hier pakken C. Zag ze daar zo. Zo, die ASM1 is slapper geworden, jongen. Die ASM1 is duidelijk slapper geworden door de nieuwe update. En als de mensen niet weten waar ik het over heb, die update die 5 gigabyte was in ieder geval. Bijna 5, wat was het? 4,6. Geen idee hoeveel die uiteindelijk was. Ik heb wel een tip voor de mensen bij wie het heel lang duurde. Wat je moet doen is je moet je DNS server van 888 naar 8844 doen. Teammates, waarom liep je langs me? Dan helpt het met, dan gaat het sneller, laten we zeggen. Dan duurt het in plaats, zeg maar wat, 3 uur, 30 minuten of zo. Dat je dan gewoon een andere server neemt even voor een tijdje. Zodra de update weer klaar is, dat je dan weer... Verander naar je huidige DNS server, dat wou ik even zeggen. Ik weet even niet waar de enemies zijn. Ze lopen spelen campy of ze zitten gewoon... Nee, jij mag B niet pakken, man. Oh, hij heeft me wel geneutralized. Capture kill, let's go. Tellen altijd lekker mee, capture kills. Let's go. Vlag hebben we er ook even bij. Ik zet even mijn sensitivity eentje hoger. Of is dat wel gelijk weer heel hoog? Nou, val mee. Speel wat chill. Lala, maar want ik schiet gelijk helemaal scheef. Wat een noob ben ik ook, hè. Ik ben echt een retard, ik zweer het je. Even mijn sensitivity hoger zetten, oké. Oh, sorry teammate, ik was net iets te laat. Wat? Huh? Wow, er zit een glitch. Ja hoor. De eerste glitch zit er alweer. Hey, goed gedaan Advanced Warfare. GG Advanced Warfare. Hey, echt hoor. Jongen, jongen. Jezus. Ik snap het niet, man. Spelers, hebben ze een update van 5 gig. En wat doen ze? Niet eens even checken of er gaten in de muur zitten waardoor je kan glitchen. Nou ja, waarschijnlijk... Dit gaat echt zo slecht. Je kan me gewoon niet tegen, weet je. Dan ben je zo een verschrikkelijke noob. Als je dat doet, echt waar. Dan kan ik echt niet tegen. Als je zo een campstrike of een D-Nable moet gaan droppen, man. Jongen, 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 jongen. Ga dan echt gewoon...
Ik weet niet wat je dan moet gaan doen. Moet je gewoon optieven. Moet je gewoon geen Call of Duty meer spelen. Dan vind ik het niet meer leuk. Dit is een leuke spot. Ik wil de enemy zien. Huh? Nee, dit kan niet. Hij zag me schieten. Kijk hoe weak die was, die gozer. Hoeveel sta ik? 11 om 8. Wauw. GG. Hij zit er niet meer. Voor mij is hij weg. Voor mij is die gozer die in die gletsjer doodgaan of hij is geliefd. Van, ja, ik weet niet of je erin gekild kan worden. Ik weet niet. Ik ga even mijn bal erbij pakken. Misschien dat dat beter gaat. Maar kan dat niet. Ik weet niet of het of je er door, zelf doorheen kan schieten. Ik weet, ik ken heel die glitch niet. Ik ga hem daar even opzoeken. Na de potje ga ik even Google kijken. Skyrise Wall Breach. En dan waarschijnlijk kom je er wel uit. Er is ook een YouTube kanaal, SC Glitching of iets. Wel gaaf, gaaf kanaal dat hoor. Want hij vindt al die glitches gewoon. Maar ik ga even kijken of je gekild kan worden, Dan ga ik even kijken of er mensen in zitten of je ze kan killen. Gewoon om ze even puur te irriteren natuurlijk. En we zijn met een bom erin. Dus niet hierheen. Oeh. Draait altijd zo langzaam door dat ding. En ik las ergens dat het... Ik las ergens dat de bombing run... Oh, wauw. Ik krijg mijn karma. Nee, de bombing run is dus eigenlijk een soort van vervanger van de... hoe heet dat ding? Wauw, de kut ding, jongen. Want er stelt bommen uit MW3. Een steltbommen was ook zo'n ding. Dan gaat heel je beeld zo shaken. En dan kan je ook even niet te omdraaien. Dat ding is niet leuk wat daar hangt. Oké, hij gaat niet achter mij aan. Mooi zo. Het is wel een kutpotje bij de way, maar dat maakt niet uit. We zijn al bijna 7 minuten bezig. Kijk, jij staat AFK. Lekker. Maar we gaan dit wel winnen. Laat me ook even de slag pakken. Oh, net op tijd. Goed. Oh, sorry teammate. Teammate had deze kill moeten hebben. Ik schoot alles mis. Ik schoot 3 kogels raken. En die kogel, die telde. Ik heb bijna mijn UV. Alsjeblieft. Nee. Stop gewoon. Heel de tijd zo staan in een raam. Oh, ik ga jou killen, maat. Wacht maar. Ik ga niks anders doen dan hem uit je kutspot te halen. Kom maar hier. Wacht maar. Ik ga niks anders doen dan jou van je streak afhalen. Want jij hebt daar een leuke UAV in je bommen erin. Was die gozer? Nou, hij staat wel kut. Gewoon slecht is die. Zijn ze dood? Die is AFK. Dat is teammate. Teammate, kom op A. We've lost control. Securing Alpha. Enemy taking Charlie. Oké, enemy pakken C. Fuck off, man. Ik snap het even niet. Die teammate die hitte hem niet eens terwijl hij recht voor zijn neus staat. Nou, of aan mijn teammate staat AFK. Ik wist niet of hij schoot. Zo nu heeft hij schoot. Mijn hond gaat ook weer een keer beneden. Ach, beest, hou je mond. Kom dan, laat je hoofd zien, jongen. Wat een miet. En dan komt hij opeens met die gore teammates. Waar slaat het nou op dan, joh? Tjoh, even versterking erbij halen, hoor. Hoe sta ik? 17 om 13. Ik weet wel dat ik de eerste paar dagen geen Advanced Warfare meer gespeeld. Ik ben er nu alweer klaar mee. Oh nee, niet weer een bomrun. Wil jij even snel killen? En jou ook? Nee joh, ik had die jou man! Hoe? Nee, ja, zeker dat zijn beeld niet trilde. Oh jawel.
Hij heeft zoveel geluk, hè. Want zijn bomberun was het. Ah, oh, ik haat dit zo, hè. Kom op, boy, ik maak het potje even snel op. 1 minuut. Ah, dat ding zit achter me aan. Let's go. Kom op, rennen met je hersenen op je rug. Wat ga jij nou doen dan? What the fuck? Lekker teammate. GG. Je tactiek, hoe het wil noemen, werkt. Er zit niemand hier binnen, ofwel. Ja. Hij zit in die glitch. Huppakee, jou pak ook nog even op. Niet snipen, let's go. Let's go. En de laatste paar seconden heb ik bijna nog een UAV. GG, Chesto. Ah, in de laatste paar seconden heb ik nog een UAV. Maar dit was het potje, jongens. Wat ik nu ga doen is even die rare glitch opzoeken. Om te kijken of ik iemand eruit kan killen. Maar, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Mocht je het genoten hebben, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt het mij natuurlijk enorm. En dan zie ik jullie ook bij de volgende video. Dus mensen, zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Later.